to overcome. Way down, way down, oh, way down to fall. A strong hand to grip, to overcome. Way down, way down, oh. Veel top acts dit jaar bij Breda Live. Nu is Kensington met het slotnummer bezig. Zometeen gaan we ons opmaken voor Verder Le Grand als afsluiting van de avond. Het publiek heeft het enorm naar zijn zin hier. Dus we zijn volop aan het genieten. Alle jaren. Standaard is gewoon gezellig. Altijd Breda Live. Vasthouden. Maakt niet uit wie er komt of wat er komt. Gewoon gaan. En we komen iedereen tegen die we kennen. En het is voor iedereen hartstikke leuk. Jong en oud, maakt niet uit. Geweldig. Ja. Waren er ook nog verrassingsacts dit jaar? Want dat is altijd. Manske! Ja! Geweldig! Sowieso is het in Breda altijd gezellig. Altijd! Ja. Maar Frans Bauer, die maakte wel echt het meeste feest van. Ja, Frans Bauer. Ja. Ja, Frans de Bauer. Oh ja, maar ja, Bauer. Die hebben we elk jaar. Te wachten. Die hebben we elk jaar. Nee, Casey Thomas, de. Speciaal of gewoon voor het hele evenement? Ja, voor het hele evenement. Ja, het hele evenement. Maar de artiesten hier zijn werkelijk fantastisch. Zo divers en zo geweldig. Hoe vond je deze editie vergeleken bij anderen? Nou, gelukkig hebben we het droog gehouden. Dat is ook al heel wat. Want we hebben al jaren gehad dat we echt gewoon helemaal weggeregend waren. Maar ja, dit jaar met Verder Le Grand vind ik dat eigenlijk ook wel heel erg gaaf. Want het is ook een heel andere stijl als Tiësto en Hardwell. Maar ja... Zeker voor herhaling vatbaar hoor. Dus volgend jaar ben je gewoon weer van de partij. Zeker weten, ja. Ja, de mensen gaan helemaal los met Verder Le Grand hier. Het is een onwijs toffe sfeer. En de mensen genieten enorm. Ik ook.